belangrijkste reden waarom ik doe wat ik doe, is omdat ik allereerst gewoon heel erg van tekenen hou. Ja. Oh. Ik krijg dus nu al allemaal zweethandjes. Mijn lijntje, maak je mee. We hebben anderhalf jaar onderzoek gedaan en ik denk dat ik iets van 2000 uur heb getekend of zo. Ja, ik was gewoon meteen een beetje starstruck over de ongelofelijke mate van detail van die tekening. Het doet me echt denken aan Jeroen Bos. Het detailniveau is echt ongekend. Hoe kan je iets betekenen voor deze wereld? Hoe kan je bijdragen aan dat de wereld een stuk rechtvaardiger wordt dan dat die is? Wat staat er in de huizen van rijke mensen? Belasting? Belasting is voor sukkels. Precies. De belasting is voor de domme. Bijvoorbeeld? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als ik een huis wil kopen, nu in deze tijd, creëren jullie geld voor mij. Ik ben blij dat je mij uitlegt hoe een bank in elkaar zit. Klopt. En doordat we een klasse bovenin krijgen die met steeds meer bezit. Dus de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. En dat hele stelsel daaromheen faciliteert dat. Maak fout. Oh mijn god, hoe dom is dit echt. Hoe de fuck krijg ik dit voor elkaar echt? Maar altijd met oog op, wat betekent het voor de maatschappij? Waar we het uiteindelijk toch, dat je als eerste instantie toch burger bent. We openen vandaag het waterwerk van ons geld. Een project met een ongelofelijke urgentie. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Daar zijn we dan. We zijn in Venetië. Ze zijn al dagen aan het opbouwen. En ik ben echt heel erg benieuwd. Spannend. Ik denk dat ik geen andere keuze heb dan vertrouwen hebben in de toekomst. Niet op een naïeve manier, volgens achterover te gaan zitten, komt het allemaal wel goed. Maar ik heb er vertrouwen in dat als we met elkaar daarvoor blijven vechten, dat het dan een betere plek wordt. Dat het een rechtvaardigere plek wordt. Ja.